Goedemiddag. Welkom allemaal. Mijn naam is Bart Schupper. Ik ben normaal werkzaam in Boskoop. En vandaag mag ik in het mooie Zundert zijn. Bedankt daarvoor. Wat zegt u? De beste kant van de beek. Dat is het ook best. Maar, nou heb ik jullie een compliment gegeven dat het eerst mooi is, maar dan moeten jullie wat dichterbij komen voor mij. Okay. Dat zou ik heel fijn vinden. Dankjewel. Nou, we hebben een proef opgezet met Plant Health Cure, PHC. En de doelstelling van deze proef is om te kijken of we kunnen kweken zonder het gebruik van chemie. En dan zonder minerale meststoffen en zonder gewasbeschermingsmiddelen. En tot nu toe is dat gelukt. En ik zeg tot nu toe, de proef loopt de rest van het jaar nog door. Gewoon om te kijken wat verschillende producten doen, verschillende strategieën doen en waar we die kunnen inpassen in onze teeltmethodes. We hebben een vijftal objecten meegenomen. Vijf verschillende strategieën. Een deel van de proef is bemestingsstrategie. En een deel van de proef is bespuitingen. En gecombineerd. Object 1 is eigenlijk het referentieobject. Dus dat is potgrond. En wekelijks een bemesting erop met Organic Plant Feed 723. Dus één keer in de week bemest. Gewoon door de beregening. Object 2 hebben we de potgrond verrijkt. Dat hebben we bij 3, 4 en 5 ook gedaan. Met product Biovin. En dat is eigenlijk een bodemstimulerend middel. Planten groeien mooier weg. Makkelijker weg. We hebben er ook mycorrhiza schimmels aan toegevoegd, die van nature voor horen te komen in de bodem. En die in potgrond natuurlijk nooit zitten. Dat zou moeten resulteren in een langere houdbaarheid van de plant. Dus beter tegen droogte kunnen, beter tegen nattigheid, beter tegen kou, beter tegen extreme hitte. Beetje wat we de laatste jaren hebben, daar doen we dit voor. In object 2 hebben we gekozen voor een bemesting met Organic Plant Feed vloeibaar. Net als object 1, één keer in de week een agriekbehandeling door de beregening met Organic Plant Feed. Dat hebben we hier gedaan. Bij object 3 hebben we gekozen voor een Healthy Start tablet. Dit is een Healthy Start tablet. Ik zal hem even rond laten gaan. Dat is een tablet die stop je bij en daar heb je 12 maanden voeding van. Dus een groeiseizoen. Ja, je ziet al aan de kleur dat er een heel verschil is tussen bijgieten en door de potgrond, bij de potgrond brengen. Bij object nummer 4 hebben we een bijmesting gedaan met Organic Plant Feed granulaat. Dus in eerste instantie dit korreltje, daar moet je maar eens aan ruiken en dan ruik je het wel. Door de potgrond gemengd en vervolgens anderhalve week geleden nog wat bijgelegd op de pot. Een topdress. En dan zie je ook dat een plant gelijk reageert. Hij werd gelijk groener. Hij was eigenlijk zoals object 5 en hij werd groener. Bij object 5 hebben we ook weer de mycorrhiza's doorgemengd, Biovin doorgemengd en de bemestingsstrategie van proef 2, één keer in de week Organic Plant Feed. Uitzondering bij deze proef is dat hier ook gewasbescherming, de gewasbespuiting op zijn geweest. Die hebben we gedaan op proef 3, 4 en 5. En waarom? Een stukje bemesting hebben we gepakt, verschillende strategieën en we willen zonder chemie kweken. Dus zonder minerale meststoffen, dat is gelukt. Zonder gewasbeschermingsmiddelen, tot nu toe ook. En dat hebben we gedaan door elke week een bespuiting te doen. En met drie verschillende producten. De ene week Colortec, de week erop Organic Plant Feed, de week erop Biovin vloeibaar. We hebben dus al een seizoen lang geen plagen. Dus alle drie zijn spintgevoelige gewassen. En ik heb nog geen spintje gezien. Ik heb nog geen bladrolletjes gezien in de Skimmia's. Ik heb alleen een tweetal wolhuisjes gezien in de Konica's. En toen ik een week later weer ging bemesten, waren ze weg. Dus dat ging ook goed. Hebben jullie nog vragen aan mij betreffende deze proeven? Je mag niet weg voordat ik een vraag heb, hè? Laat dat duidelijk zijn.